Wethouder Peter Heikoop opende vrijdagochtend de foto-expositie over armoede in de hal van het stadskantoor. De foto's zijn gemaakt door Huip Koijker als initiatief van Stichting Urgente Noden. De foto's moeten bijdragen aan het bespreekbaar maken van armoede. En achter mij staan de foto's en die 10 foto's laten heel mooi zien beelden die horen bij armoede. Bijvoorbeeld de rol van de Belastingdienst, die op onderdelen echt destructief is. Echt ontwrichtend voor heel veel gezinnen. Maar ook de voedselbank, de daklozenopvang. Een eigen huis boven je hoofd is ook vaak een probleem waar mensen met een laag inkomen mee te maken hebben. En al die verschillende beelden zijn heel treffend op de camera vastgelegd door de fotograaf Huip Koijker. Knap gedaan en daar draagt het aan bij. Dus het bewustzijn van joh, wat is armoede nou en welke gezichten heeft armoede? Waar het voor staat, het armoede herkenbaar in beeld brengen. En in overleg met de diverse stichtingen. Wat is een groot probleem in Dordrecht, armoede? Ja, en dat wordt steeds erger. Dus het is niet iets om blij mee te zijn. Het is natuurlijk wel die stichtingen die kunnen een hoop mensen blij maken. Maar de gedachte erachter is, daar word je minder blij van. Volgens de wethouder rust er best een taboe op de armoede. Zij die in armoede leven, schamen zich vaak voor hun situatie. En ik ben wel heel trots op dat in Dordrecht heel veel maatschappelijke organisaties zich inzetten en veel vrijwilligers. Maar ook de sociale diensten en de gemeente om armoede wel echt aan te pakken en ook een gezicht te geven. En als zo dus, ik heb het opgesplitst in 2 soorten eigenlijk. Er zijn mensen die nog maar net in financiële nood zijn en die komen bij SUM terecht. Dus die zijn echt ook onherkenbaar in beeld. Want die moeten nog wennen aan de schaamte van het hulp nodig hebben. En er zijn er de andere helft, het loopt door elkaar heen, maar die zijn herkenbaar in beeld. En die zijn wat langer gewend en die hebben ermee leren omgaan. En die zijn trots op de manier waarmee ze er nu mee om kunnen gaan. En die praten er dan ook wat makkelijker over misschien? Ja, duidelijk. Niet met alleen de foto-expositie moet armoede bespreekbaar worden. De gemeente heeft er ook nog een hele opgave aan om de armoede in Dordrecht te verminderen. Nou, de gemeenteraad heeft ruim 2 jaar geleden een heel ambitieus programma vastgesteld. Het programma Samen tegen Armoede. En daarin worden verschillende lijnen onderkend. Bijvoorbeeld de positie van kinderen in armoede, de positie van werkende armen. Maar ook de vroegsignalering, dus mensen met schulden, om die zo snel mogelijk te kunnen helpen. En daar is al heel veel op gebeurd. Dus dat merken we al met de sociale wijkteams. Dat merken we in de samenwerking met Platform tegen Armoede. En ook de dienstverlening vanuit de sociale dienst, dat soelaas biedt. Maar de allergrootste problemen die liggen bij de Rijksoverheid. Want dan gaat het over een tekort aan inkomen. Dus dat mensen gewoon te weinig verdienen. Dus het minimumloon zou ook echt omhoog moeten. Uitkeringen meestijgen. En het inkomen van mensen zou ook zekerder moeten zijn. Want we zien dat heel veel tijdelijke contracten vaak ook leiden tot inkomenswisselingen. Met alle toeslagen en die ellende die daarbij hoort. Zie je dat grote problemen geeft. En dat ligt vooral in Den Haag. En daar zetten we ons ook voor in om het daar ook stevig op de agenda te zetten. Om ook daar de nodige stappen te kunnen zetten. De foto's zijn tot 1 april nog te zien in het stadskantoor. Daarna reizen ze door naar verschillende wijken in de stad.